Goeiemôre graad 12s. Ons doen vandag hersiening van elektrostatika, een onderwerp wat jy in graad 11 reeds gedoen het, maar wat ook in die eindeksamen van graad 12 geëxamineer word. Kennis wat jy reeds opgedoen het in die verlede. Lading is wanneer een voorwerp sy protone en elektrone nie dieselfde is nie. Lading is een skalaar, met ander woorde, dis slegs een hoeveelheid. Wanneer een voorwerp een negatieve lading het, beteken dit, daar is een oormaat elektrone. En wanneer een voorwerp een positieve lading het, beteken dit, daar is een tekort aan elektrone. Rondom enige lading bestaan daar een elektrische veld. Dit is een gebied in die ruimte waarin die elektrische lading een kracht sal ondervind. Die richting van hierdie elektrische veld by een specifieke punt is die richting waarin een positieve toetslading sal beweeg indien dit op daardie punt geplaas word. Dit is hoe die richting gedefinieer is. Wanneer ons dus kyk na die veld rondom een positieve lading, dan praat ons daarvan as radiaal uitwaarts. En rondom een negatieve lading is dit radiaal inwaarts. Dit is belangrijk dat wanneer daar gevra word om een veld te teken, jy hierdie veldlijnen netjies sal teken en ons sal net nou vinnig deur die veldlijn reëls ook gaan. Ons kry echter ook die konsep van een elektrische veld by een spesifieke punt. Dan verwys ons nie na die ruimte nie, maar na die elektrostatiese krag wat een eenheid positieve lading sal ondervind. Kyk mooi hoe kan die formule op die formuleblad jou help om hier die definisie te onthou. As jy onthou waarvoor elke letter in die formule staan en jy kan een konsep daaraan koppel, is dit makkelijk om die bewoording van die definisie te onthou. Elektrische veld by een punt is die elektrostatiese krag wat per positieve eenheid lading ondervind word. Elke simbool in die formule kan dus gekoppel word aan een sleutelwoord in die definisie en dit maak dat jy dit makkeliker kan onthou. Die eenheid van die elektriese veld by 'n punt is Newton per Coulomb, precies volgens die eenhede van die simbole in die formule. Krag se eenheid is Newton en lading se eenheid is Coulomb. As ek dus 'n positiewe eenheidslading op 'n punt in die veld plaas, wat sal hierdie lading ervaar? Gaan ek krag ervaar en omdat ons sê dit is 'n positiewe eenheidslading, gaan die rigting van hierdie krag weg van die positiewe lading af wees. As ek die positiewe eenheidslading op hierdie posisie plaas, weer eens, die rigting van die krag wat hy sal ervaar is weg van die lading af, maar die krag sal nou sterker wees omdat hy nader aan die lading is. Daar waar die veldlijne nader aan mekaar is, is die veld sterker en is die krag wat ervaar word ook groter. As ek die positiewe eenheidslading op hierdie posisie plaas, dan gaan hy 'n aantrekkingskrag ervaar na die lading toe. So die rigting van hierdie veld is dus radiaal inwaarts, want die positiewe eenheidslading sou na die lading toe beweeg. Elektriese veld by 'n punt is 'n vektor met grootte en rigting. En jy sal deurgaan sien in vandag se les hoe daar melding gemaak word van meganika konsepte wat ons in gedagte moet hou. As ons vinnig kyk na die reëls vir veldlyne, die lyntjies van hierdie veldlyn moet raak aan die lading, hulle moet loodreg op die lading begin, dan moet jy ook die aard van die lading duidelik aandui op jou skets, en jy mag nie stippe lyntjies gebruik nie, dit is soliede lyne. Teken jou sketse dus mooi duidelik, en gebruik liever minder lyne as te veel lyne, want die lyne mag ook nie kruis of aan mekaar raak nie.
Wanneer daar twee ladings nader aan mekaar gebring word, gaan die velde van daar die twee ladings combineer om een netto veld te vorm. En dan zal daar ook een kracht ontstaan tussen hier die twee ladings, volgens Coulombse wet. En weer eens kan je die formule op die formuleblad gebruik om jou te helpen om die woorden van die wet te onthouden. Die grootte van die elektrostatische kracht, wat een puntlading op een ander puntlading uitoefen, is direct evenredig aan die product van die groottes van die ladings. En daar die woord product word baie keer vergeet. Onthoud, dit wat boek aan die lijn staan, word met mekaar vermenigvuldig. En hier die kracht is ook omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen die ladings. Nou, jy sal sien die verskil tussen hierdie formule en die vorige formule. Is in hierdie formule maak ons melding van konsepte soos direk evenredig en omgekeerd evenredig, wat nie in die vorige definitie teenwoordig was nie. En dit is omdat hier een constante in die formule is, Coulombse constante. In die vorige formule was daar geen constantes nie. Coulombse constante kan jy op jou formuleblad kry, en weer eens kan hierdie constante jou help om naar die eenhede te kyk van wat jy alles hier moet invervang. Die eenheid van F is Newton. Die eenheid van R is meter. En die eenheid van Q is Coulomb. So wanneer dit vir jou met ander woorde in nanometer gegee word of in microcoulomb, moet jy eers omskakel. Want jy moet hier die eenhede gebruik wat in K vir jou aangedui word. Krag is ook een vektor met grootte en rigting. So dis die twee formules wat ons nou tot dusver gedoen het. Elektrische veld by een punt is die krag per positieve eenheidslading en om daar die krag uit te werk, gebruik ons Coulombse wet. Maar ons kan hierdie twee formules ook combineer met mekaar. Daar die kracht waarvan daar gepraat word, is die kracht tussen twee ladings. So as ons met ander woorde hierdie formule sou deel deur Q, gaan ons die elektrische veld by punt kry. Wat oorblijf van die formule, is E is gelijk aan KQ op R kwadraat. Maar wat er Q is hierdie dan? En met wat er Q het ons gedeel? Het is belangrijk om dit nou te verstaan. Die elektrische veld hier is als gevolg van lading Q. So die lading waarmee ons gedeel het, is die lading wat niet meer teenwoordig is nie. Slechts hierdie Q veroorzaak hierdie veld. R gaan dan wees die positie vanaf lading Q. En nie meer die afstand tussen twee ladings nie. Ons kyk na veld as gevolg van lading Q. Die veld by 'n spesifieke punt word veroorsaak as gevolg van lading Q by een spesifieke positie R. So, hierdie E wat ek hier sou uitwerk, sou wees die veld by daardie punt. Kom ons kyk wat gebeur wanneer ons die netto veld moet uitwerk. Ons werk die veld by positie R uit. Met ander woorde, daar is nie iets by R nie, dis 'n plek in die veld. Ons het 'n positieve lading Q1 en een negatieve lading Q2. As ons dus een positieve eenheidslading hier by R sou neersit, wat gaan Q1 met daar die positieve eenheidslading doen? Kan jy sien, hy gaan hem afstoot na rechts. Die veld van Q2 gaan hem echter aantrek, want aangezien Q2 negatief is, gaan hy een positieve eenheidslading aantrek.
So die netto veld, die combinatie van hierdie twee velden, gaan een positieve eenheidslading naar rechts aantrek. Die netto veld bij R is dus die som van hierdie twee velden. Q1 gaan hem afstoot en Q2 gaan hem aantrek. En daarom gaan jy hierdie twee antwoorden bij elkaar tel. Kom eens kijken bij positie P. Wat gaan Q1 doen als onze positieve eenheidslading bij positie P neerzet? Kan je zien dat gaan we nog steeds afstoot, want positief en positief stoot elkaar af. Die veld van Q2 gaan hem echter aantrek, want positief en negatief trek mekaar aan. Die twee velden is nou in teenoorgestelde richtings. So as ons die netto veld wil uitwerk, gaan ons dit moet aftrek van mekaar af. Moenie die negatieve teken van Q in vervang nie. Sê nou maar daar die waarde is minus 2 maal 10 to die mag min 9 coulomb, wat ook al. Moet niet die minus daar gaan in vervang. Jy gaan dit slechts gebruik om die richting te bepaal. Onthou, Q is een skalaar. So daar die minus sê niet voor jou, daar is een oormaat elektrone. Verder word het gebruik om die richting van die vektore te bepaal. As ons nou kyk naar die kracht, dan is daar een kracht wat hierdie twee ladings op mekaar uitoefen. Dit het niks meer te doen met een positie in die veld nie. Lading Q1 het een kracht op Q2. En daardie is een aantrekkingskracht naar links. So jy gaan kyk wat zou met Q2 gebeur het as gevolg van Q1. Q1 zou vir Q2 aangetrek het. En als Q2 dus kon beweeg, zou dit nader aan Q1 beweeg. Aan die andere kant om, het Q2 ook een kracht op Q1. Het is nog steeds een aantrekkingskracht. Als Q1 zou kon beweeg, zou hij na Q2 toe beweeg. So dit is met andere woorden aantrekkingskracht naar rechts. En als jij mooi kijkt, zal je nou Newton's derde wet raak zien. Die kracht van voorwerp A op B is gelijk, maar teenoorgesteld aan die kracht van voorwerp B op A. Kom eens gebruik een afstotende veld. Nou is hier al twee positieve ladings. Bij positie P is daar een netto veld. In die eerste plek is gevolg van Q3. Sal een positieve eenheidslading hier afgestoot word naar links. En as gevolg van Q4 sal daar ook een afstotingskracht naar links wees. So die netto veld gaan jy dus uitwerk deur hierdie twee velde bij mekaar te tel. Dus in diezelfde richting. Kom ons kyk naar positie R tussen die twee ladings. As ek 'n positieve eenheidslading hier sou neersit, gaan Q3 dit afstoot na rechts en Q4 gaan dit ook afstoot na links. Hierdie twee velde is in teenoorgestelde rigtings, so wanneer ek die netto veld gaan uitwerk, gaan ek dit aftrek van mekaar af. Die kracht van Q3 op Q4 is 'n afstotingskracht na rechts. Q4 wordt afgestoot door Q3. En diezelfde voor die andere kant om. Q3 wordt ook afgestoot door Q4 naar links. So weer eens een voorbeeld van Newton's derde wet. Kom eens kijken naar een voorbeeld. P is een punt 0,5 meter vanaf een geleide sfeer A. Die elektrische veld bij P is 3 maal 10 to die mag 7 newton per coulomb in die richting van A. En daar is het diagram om jou te help. Bereken die grootte van die lading op sfeer A.
ons formule vir elektriese veld by 'n punt en ons kan invervang. Die elektriese veld het hulle vir ons gegee as 3 maal 10 3 maal 7. K weet ons is altyd 9 maal 10 3 maal 9. Ons wil weet wat is die lading wat hierdie veld veroorsaak het op 'n posisie van 0,5 meter daarvan af. Gebruik jou sakrekenaar en kyk gou of jy by die antwoord kan uitkom. Het jy uitgekom by 8,33 maal 10 3 maal min 4 coulomb? Nou dit is die antwoord van die vraag as hulle sê bereken die grootte van die lading op sfeer A. Die elektriese veld was in die rigting van A. Met ander woorde, as ek 'n positiewe eenheidslading hier sou neersit, sou hy na A toe beweeg. So wat is die aard van daardie lading op A? Kan jy insien dat die aard van daardie lading 'n negatiewe waarde sou hê? So omdat die vraag gevra het grootte van, hoef jy nie negatiewe teken aan te dui nie. Maar die aard van hierdie lading sou minus 8,33 maal 10 3 maal min 4 coulomb gewees het, as gevolg van die rigting wat hulle daar vir ons aandui. Voorbeeld 2. 'n Klein metaalsfeer Y dra 'n lading van 6 maal 10 3 maal min 6 coulomb. Indien 8 maal 10 3 maal 13 elektrone nou na sfeer Y oorgeplaas word, bereken die elektriese veld by 'n punt 0,5 meter vanaf die sfeer. Nou kom ons by 'n konsep wat ons in graad 10 uitgewerk het. Hoe om die lading uit te werk van 'n aantal elektrone. Jy het 'n formule in graad 10 geleer wat sê die aantal elektrone is die lading van die voorwerp gedeel deur die lading van 1 elektron. So as ons weet ons het 8 maal 10 3 maal 13 elektrone, dan kan ons uitwerk dat die lading wat na Y toe oorgeplaas word 1,28 maal 10 3 maal min 5 coulomb is. Ek het nêrens hier enige negatiewe tekens in vervang nie. Want aantal kan nie regtig 'n negatiewe waarde wees nie. Ons kyk na die absolute waardes van hierdie getalle. Maar uit ons vraag kan ons aflei dat hierdie dus 'n negatiewe lading is, want dit is elektrone wat oorgeplaas is. So as ons dus nou die nuwe lading op Y moet uitwerk, beteken dit die vorige lading was positief en nou sit ons elektrone by. Wat beteken die nuwe lading gaan 'n negatiewe lading wees? Maar wanneer ek dit invervang in die formule om veld uit te werk, gaan ek nie die negatiewe teken invervang nie. Al wat daardie negatiewe teken vir my sê is dit is 'n oormaat elektrone. En op die ou ende gaan ons dit gebruik om die rigting te bepaal. Maar dit het geen effek op die grootte van die veld wat ons uitwerk nie. Ek is seker daarvan jy het alreeds met jou sakrekenaar begin uitwerk wat is die grootte van hierdie veld. Kry jy die antwoord? 244.800 newton per coulomb. En nou die rigting. Omdat hierdie sfeer Y 'n negatiewe lading nou het, sal die rigting van die veld na Y toe wees. Want enige positiewe eenheidslading by daardie posisie sou aangetrek word na sfeer Y toe. Ons kyk na voorbeeld 3. Twee klein gelade sfere A en B op geïsoleerde staanders met
ladings 2 maal 10 terug mag min 5 coulomb en minus 4 maal 10 terug mag min 5 coulomb, wordt 0,4 meter van elkaar afgeplaatst, soos in die diagram. M is die middelpunt tussen A en B. En die vraag wat hulle vir ons vraag is, bereken die netto elektrische veld bij punt M? So om die netto veld uit te werken, moet je eerst die veld van elke sfeer apart gaan uitwerken en dan gaan kijken hoe gaan die gecombineerde veld lyk. Ons formule om elektrische veld bij punt uit te werken, en nou kan ons in vervanging doen. Die invervanging vir die veld as gevolg van sfeer A, vervang ek A se lading in, en omdat hulle gesê het M is die middelpunt, gaan ek dus onderkant die lijn 0,2 in vervang, die helfte van daardie afstand. En dan kan jy by die antwoord uitkom. Die richting van daardie veld is naar rechts. Hoekom? As ek 'n positieve eenheidslading by punt M sou neersit, sou hy afgestoot word deur sfeer A. En dit is waarom die richting naar rechts is. Kom ons kyk nou na die veld as gevolg van sfeer B. Kan jy sien, ek gaan nie daar die minus nou daarin vervang nie. Dit sê net vir my, daar is 'n oormaat elektrone, dis al. So die grootte van die lading word hierin vervang en weer eens die afstand 0,2 omdat punt M die middelpunt is. So as ons die veld uitwerk as gevolg van B, kry ons 9 maal 10 ter mag 6 newton per coulomb. Ook naar rechts. Waarom? As ek 'n positieve eenheidslading daar by punt M sou neersit, sou hy aangetrek word deur sfeer B. So omdat ek nou hierdie tekens gebruik om die veldrigtings vir my te bepaal, kan ek sien al twee daardie sfere sou 'n krag in dieselfde rigting op 'n positiewe eenheidslading uitoefen. En daarom om die netto veld uit te werk, gaan ek die twee velde by mekaar tel. Kan jy sien waar die probleem met tekens nou sou inkom? As jy daar 'n minus in vervang het, sou jy hier 'n minus antwoord gekry het. En as jy dit dan hier in vervang, trek jy af. En jy is nie veronderstel om af te trek nie, want jou velde werk in dieselfde rigting. So dit moet by mekaar getel word. Daarom is dit baie beter om glad nie die minus in te vervang nie. Die minus het jou net gehelp om daar die rigting te bepaal, sodat jy kon sien die velde moet by mekaar getel word en nie afgetrek word nie. So oppas, moenie die minus in vervang nie. Dit maak dit moeiliker. Antwoord, ek hoop jy het by die regte antwoord intussen uitgekom. 1,35 maal 10 ter mag 6 newton per coulomb na regs. Voorbeeld 4. 'N klein sfeer Y wat 'n onbekende lading dra, hang aan die punt van 'n ligte onrekbare touwtjie wat aan 'n vaste punt geheg is. 'N ander sfeer X wat 'n lading van positief 6 maal 10 ter mag min 6 coulomb op 'n geïsoleerde staander dra, word naby aan sfeer Y gebring. Sfeer Y ondervind 'n elektrostatiese krag en kom 0,2 meter vanaf sfeer X tot stilstand, met die touwtjie teen 'n hoek van 10 grade met die vertikaal. Jy kan dit baie mooi in die diagram sien. Die eerste vraag wat hulle vra is, wat is die aard van die lading op sfeer Y? Nou, jy kan sien dat sfeer Y afgestoot is deur sfeer X, en daarom, omdat X 'n positiewe lading het, gaan Y dus ook 'n positiewe lading hê. Volgende vraag. Bereken die grootte van die lading op sfeer Y indien die grootte van die elektrostatiese krag wat daarop inwerk 3,05 newton is. So ons het twee ladings
wat de kracht op mekaar uitoefen. Onthou jy, ons het net nog gekyk, dit is soos Newton's derde wet. Hulle gaan mekaar afstoot met diezelfde kracht. Ons formule volgens Coulomb's wet en nou die invervanging. By kracht vervang ons in 3,05. K se waarde soos altyd 9 × 10^-9. X se lading was bekend gewees, 6 × 10^-6. En die afstand tussen die twee ladings 0,2 meter per seconde. Gebruik jou sakrekenaar en kyk of jy by die lading van Q kan uitkom. Het is belangrijk dat jij op die rechte manier met jou sakrekenaar werk. Onthou, meeste sakrekenaars het 'n knoppie wat × 10^-9 het. En dit is veiliger om net daai knoppie te werk. Kom jy by die rechte antwoord uit? Q is 2,26 × 10^-6 Coulomb. Volgende vraag was dit teken 'n benoemde vrye kragte diagram vir sfeer Y. En dit herinner jou aan meganika. Ons het heel wat daarvan geoefen in die vorige lesse. So, 'n kolletjie om jou voorwerp aan te dui. En dit is 'n sfeer, met ander woorde daar is massa. En omdat daar massa is, is daar gewig af onder toe. Dan weet ons nou dat sfeer Y afgestoot is deur X. So hy ervaar elektrostatiese krag na links. En omdat hy aan 'n touwtjie hang, is daar spanning in die touwtjie. Bereken nou die grootte van die spanning in die touwtjie. Net soos wat ek met meganika gewerk het, doen ek nou dieselfde. Sfeer Y het horisontaal beweeg, so ek gebruik 'n groen raampie om die kragte in daardie rigting voor te stel. En nou kan jy sien dat T nie binne in my twee raampies val nie. So ek gaan die spanning opbreek in komponente. Wat ons weet van hierdie situasie, is dat sfeer uit tot stilstand gekom het. En tot stilstand is 'n sleutelwoord van Newton se eerste wet. Newton se eerste wet sê vir jou dat al die kragte in die groen raampie gaan uitkanselleer, ewe groot wees, en ook in die pers raampie gaan dit ewe groot wees. Maar telkens in die teenoorgestelde rigting. So wat ons dus hier kan sien is die grootte van die elektrostatiese krag gaan precies net so groot wees soos die horisontale komponent van die spanning. Maar let nou baie mooi op, waar lê die 10 grade? Die 10 grade is die boonste hoek van ons driehoek. En ons het baie keer met meganika met hierdie onderste hoek gewerk. So om nou die horisontale komponent uit te werk, is dit die teenoorstaande sy vanaf die 10 grade. En dit is waarom ek sin 10 grade gebruik. Jy kan natuurlik met die ander hoek ook werk, dit maak glad nie saak nie. As jy hierdie onderste hoek uitwerk, is dit 80 grade, en dan sou jy kos gebruik het, want dan is hierdie sy aangrensend tot die 80 grade. Die elektrostatiese krag het ons uitgewerk, of het hulle vir ons gegee as 3,05, So jy kan dus die spanning nou uitwerk. 3,05 gedeel deur sin 10. Dit is tog belangrik dat jy die beginsel hierachter eerste neerskryf. 'N mens is baie geneig om sommer dadelik te sien, ja, dis 'n driehoek, so ek kan trig uitwerk. En dit is so. Maar as jy nie die trig uitwerk, dan doen jy eintlik net wiskunde.
En daar is een wetenskapbeginsel hierachter, wat eerste geskryf moet word. En dit is die feit dat het Newton's eerste wet is. Die voorwerp staan stil. Moet dus nie hier die eerste stap vergeet nie. Volgende voorbeeld. Een deelkie P met een lading van 5 mal 10 ter mag min 6 coulomb is 1 meter op een reguit lijn vanaf deelkie V met een lading van 7 mal 10 ter mag min 6 coulomb. Een derde geladen deelkie Q by een punt X meter weg van P af ondervind een netto elektrostatische kracht van 0 newton. Die eerste vraag sê, hoe vergelijkt die elektrostatische krachten wat Q ondervind als gevolg van die ladings op P en V? Die kracht van P op Q is gelijk aan die kracht van V op Q. Hoe weet ons dit? 0 newton is een aanduiding van die eerste wet. So hierdie twee krachten moet even groot wees. Wat echter baie belangrijk is, is dit niet een voorbeeld van Newton's derde wet nie. Partykeer is een mens geneig om te denken dat alle krachten wat even groot, maar in die teenoorgestelde richting is, is automatisch Newton's derde wet. En dit is niet. In hierdie geval is het Newton's eerste wet. Newton's derde wet moet op verschillende voorwerpen uitgeoefend worden. A op B en B op A bijvoorbeeld. In hierdie geval wordt al twee krachten op diezelfde voorwerp uitgeoefend, op Q. So dit is een voorbeeld van Newton's eerste wet en niet die derde wet nie. Volgende vraag, bereken die afstand x. Omdat ons nou hier een netto kracht het, beteken het ons moet beide die krachten gaan uitwerk en dan die gesamentlike effect daarvan in ag neem. Die formule volgens Coulombse wet om kracht uit te werk, gebruik ons die invervanging. In die eerste plek die kracht van P op Q. K is 9 mal 10 ter mag 9 en P se lading is 5 mal 10 ter mag min 6. Q se lading is onbekend. Maar ons weet daar die twee se afstand x uit mekaar uit. Dan het ons ook die kracht van V op Q. K se waarde 9 mal 10 ter mag 9, V se lading 7 mal 10 ter mag min 6 en Q se lading is onbekend. Die afstand tussen V en Q is dus die oorblijvende gedeelte van die 1 meter en dis waar ons aan 1 minus x kom. Ons weet echter nou dat die netto kracht 0 is. So hierdie twee krachten is even groot. En daarom kan ons dit gelijkstel aan mekaar. Dit lijkt na een verschrikkelijke groot som. Maar kom eens kijken eerst of ons dit niet eenvoudiger kan maken door uit te kanselleer nie. Daar staan een Q aan beide kanten van die vergelijking. En daar staan een K aan beide kanten van die vergelijking. So dit maak het al klaar baie meer eenvoudig. En nou kan jy sommer kruismaal. Dit is nog steeds een leibige sommetjie wat jy moet uitwerk, en dit gaan jou sekerlik een rukkie besig hou. Die moeilike pad om te volg, is om nou eerst die kwadrate te gaan uitmaal, en dan in te maal, en dan weer een kwadratische drie term op te los. Vir die wetenskap
is dit eenvoudig genoeg als je die vierkantswortel aan beide kanten trekt. Als je dus aan hierdie kant die vierkantswortel trekt en ook aan hierdie kant, dan gaan je die vierkantswortel van elke getal uitwerk en je gaat niet meer met een kwadraat bij die x sit nie. En dit behoort voor jou makkelijker bij die x antwoord uit te komen. Terwille van tijd gaan ik nou voor jou die antwoord gee. Maar gaan kijk gerust later weer. En maak zeker dat jij zelf bij die rechte antwoord kan uitkomen van 0,46 meter. Volgende voorbeeld. Twee puntladings P en S word op een afstand van 0,1 meter van elkaar geplaas. Die lading op P is 1,5 mol 10 to the wag min 9 coulomb en op S is dit minus 2 mol 10 to the wag min 9 coulomb. Een derde puntlading R met een onbekende positieve lading word 0,2 meter rechts van puntlading S geplaas. Vraag 1 sê, teken een benoemde krachtendiagram waar die elektrostatische krachten toon wat op R inwerk. So in die eerste plek, P gaan vir R afstoot. Want hulle sê vir ons dat R een positieve lading is. So hierdie twee ladings gaan mekaar afstoot. S gaan vir R aantrek, want teenoorgestelde ladings trek mekaar aan. Die twee krachten is dus in teenoorgestelde richtings. Die skaal is gewoonlik nie belangrik nie, maar is toch belangrijk om net in jou achterkop te hou, dat hierdie kracht baie kleiner sal wees as hierdie kracht. In die eerste plek is S nader en die lading is groter. Daarom sal hier die kracht baie sterker wees as die kracht van P wat verder weg is en ook een kleiner Q-waarde het. En juist daarom gaan daar een netto kracht wees. Ons het is Newton's tweede wet en nie die eerste wet nie. Die twee krachten is nie even groot nie. As R dus sou kon beweeg, gaan hy versnel in die richting van S, omdat daar een netto kracht is na links. So wat ons wil bereken, is die grootte van die lading op R. Ons het twee krachten en die netto effect daarvan. Ons gebruik die formule vir Coulomb'se wet, en ons begin in vervang. Die kracht wat P op R uitoefen, is als gevolg van sy lading van 1,5 mol 10 to the mag min 9, en kyk mooi, P is 0,3 meter van R af, die totale afstand. Die kracht wat S op R uitoefen is als gevolg van die grootte van die lading van 2 mal 10 to the mag min 9. Kan jy sien weer eens dat ek nie daar die minus in vervang nie? Ja, dit is een negatieve lading, maar dit sê niet voor mij dat daar een oormaat elektrone is. Ek gaan dit nou gebruik om die richting van die kracht uit te werk, maar dit het geen effect op die grootte van die kracht nie. Omdat R een positieve lading is, kan ons dus sê, die kracht van P is naar rechts en die kracht van S is naar links. So wanneer ons bij die netto kracht uitkom, gaan ons hierdie twee krachten moet aftrek van mekaar af. Kan jy sien, as jy een minus daarin vervang het, sou jy hier een minus antwoord gekry het.
wat dan eindelijk zou beteken het, saam met die minus maak jy asof die kragte in diezelfde richting is. En dis nie waar nie. So moet nie die minus daarin vervang nie. Jy het klaar die minus in berekening gebring, toe jy besef het, die twee krachten werken teenoor gestelde richtings, en moet daarom afgetrek word. Nou kan ons die volledige invervanging doen. Hulle het vir ons die netto elektrostatische kracht gegee, 1,27 x 10 3 mag min 6, en die twee uitdrukkings waar ons invervang het. Ek dink dit vat jou weer eens een tydjie om al hierdie waardes op jou sakrekenaar in te tik. So gaan doen dit nog een keer rustig, waar jy kan seker maak dat jy by die regte antwoord uitkom. Vereenvoudig eers al die getalle in hierdie uitdrukking en vereenvoudig al die getalle in hierdie uitdrukking. Dit kan jy dan van mekaar aftrek en daar die antwoord gaan jy deel in 1,27 x 10 3 mag min 6 in. En as jy mooi gewerk het, behoort jy by 'n antwoord van Q uit te kom as 4,23 x 10 3 mag min 9 coulomb. Voorbeeld 7. Drie klein identiese metaalsfere P, S en T op geïsoleerde staanders is aanvankelijk neutraal. Hulle word dan gelaai om onderscheidelijk ladings van min 15 mol 10 3 mag min 9, een lading van Q en een lading van 2 mol 10 3 mag min 9 te. Hierdie sfere word dan nader gebring aan mekaar, zodat al drie op diezelfde tijd raak en word dan weer van mekaar geskei. Na die scheiding is die lading op allemaal van hulle min 3 mal 10 3 mag min 9. Hierdie was nogal een moeiliker vraag geweest. En dit was in die November 2018 vraagstel. Het is een belangrijke vraag om deur te werk. Het was bykie op een nieuwe manier gevra. So eerste waarna ons moet kijken is die feit dat daar gesê word, aanvankelijk was allemaal neutraal. Al drie van hulle het tegelijk geraak en toe is hulle weer van mekaar geskei. So, as hulle vir ons sê bepaal die waarde van lading Q, moet ons weer eens teruggaan na 'n graad 10 concept toe, namelijk die behoud van lading. Daar het jy gesien dat die totale hoeveelheid lading constant bly. Dit kan oorgedra word tussen die verskillende sfere, maar die totaal daarvan bly constant. So voor die scheiding het elkeen sy eie lading en na die scheiding het allemaal dieselfde lading. Maar nou is dit drie voorwerpe. En ons gaan precies dieselfde beginsel gebruik. Belangrik om op te let is dat hierdie die enigste formule is waar dit kritisch belangrijk is en jy die ladings moet in vervang. So as daar nou een minus is, kan jy hom nie weglaat nie. Ons het drie ladings wat aan mekaar raak, so ons gaan deel deur drie. Die totale lading gaan op die ouene gelijk op tussen drie metaalsfere gedeel word. Hulle gee vir ons die antwoord. Na die tyd het allemaal dieselfde lading. Voor die tyd het hulle onderscheidelik hierdie ladings. So jy kan Q gaan uitwerk. En jy behoort uit te kom by 'n lading van 4 mal 10 to mag min 9 coulomb. Bereken die netto elektrostatische kracht wat op sfeer P inwerk. Hierdie drie sfere S, P en T is nou geherrangskik. Elkeen van hulle het 'n lading van min 3 mal 10 to mag min 9 coulomb en hulle word nou op 'n X-as en 'n Y-as geplaas soos in die diagram hieronder met P op die oorsprong. As ons die netto elektrostatiese krag wil uitwerk op P,
gaan ons eerst moet uitwerk wat is die kracht van S op P, die kracht van T op P en dan die gesamentlike netto effect. Ons moet dus drie somme doen. Coulombse wet geef vir ons die formule wat ons gaan gebruik. Om die kracht van T op P uit te werken, gebruik ik die afstand van 0,3. En ik ga niet die minus in vervang nie. Die minus gaan niet voor mij helpen om die richting aan te duiden. Om die kracht van S op P uit te werken, gebruik ik die afstand van 0,1. Waar kom hier die kwadraat vandaan? Onthou, al die ladings het dieselfde grootte. So, P en T se lading is beide 3 maal 10 to the mag min 9. So, eindelijk staan daar boek aan die lijn 3 maal 10 to the mag min 9 maal 3 maal 10 to the mag min 9 in beide gevallen. As ons nou kyk na die richting van hierdie kragte, dan gaan T vir P afstoot. Met ander woorde, daardie krag is na links, met een grootte van 9 maal 10 to the mag min 7. Wat gaan S doen met P? Hy gaan hem ook afstoot. Maar dit betekent dus nou in een afwaartse richting, met een grootte van 8,1 maal 10 to the mag min 6 newton. So om nou die netto krag uit te werk, beteken, die netto krag gaan ergens in die richting wees. Onthou, hierdie skets is nie op skaal nie. Dit is net om vir jou idee te geven van wat gaan gebeur. As P dus kon beweeg, sal hy ergens na hierdie kant toe beweeg. En daarom gaan ons Pythagoras moet gebruik om die netto krag uit te werk. Ons vervang die antwoorde van die kragte hierin. En onthou op die ouene weer die vierkantswortel te trek as jy F net moet uitwerk. En dan behoort jy uit te kom by 8,16 maal 10 to the mag min 6 newton. Bereken die netto elektriese veld by die oorsprong as gevolg van ladings S en T. Om die netto veld uit te werk, moet ons die veld van elkeen van daar die ladings gaan uitwerk. P is nou nie meer daar nie. Dit is net die oorsprong. So dis die veld is gevolg van T, die veld is gevolg van S. En kyk wat gebeur nou met die richtings. Die veld is gevolg van T, gaan na rechts wees. Waarom? Veld is so gedefinieer dat ons redeneer asof daar een positieve eenheidslading is. So omdat T se lading min 3 maal 10 to the mag min 9 is, sou positieve eenheidslading aangetrek word dier T en ook aangetrek word dier S. So om hierdie netto veld uit te werk, gaan ons weer eens Pythagoras gebruik. Maar dit leen die teenoorgestelde richting is wat die veld oorsprong, ach was, wat die krag oorspronkelijk was. En dan kom je uit bij 2716,62 newton per coulomb. Jy sou natuurlijk een korter pad ook kon gebruik het vir hierdie berekening. Ons het ook een formule om elektrische veld uit te werk, wat sê die kracht gedeeld dier die lading. So as ons dus die netto veld wil uitwerk, kan ons die netto kracht wat ons al reeds uitgewerk het, aan die bokant in vervang. Die vraag is nou, watter Q moet aan die onderkant in vervang word? Onthou ons werk by die oorsprong. So lading P is nie meer daar nie. En dit is waarom ons lading P wegdeel
Dit wat oorgeblij het, was S en T. En dit bring jou bij diezelfde antwoord uit. Nou, jy sal sien die antwoorde verskil so effens, die ander een was 2716. Dis as gevolg van afronding en jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Al twee antwoorde sal aanvaar word. Die laaste vraag sê, een van die gelaaide sfere het oorspronkelijk een toename in massa ervaar. Watter een was dit? Die antwoord daar is P. Aanvankelijk was die ladings allemaal neutraal. En nadat hulle gelaai is, het P een negatieve lading. Wat beteken, hy het elektrone bygekry. En dit zou sy massa meer gemaakt het. Bereken hier die toename in die massa? Daarvoor moet ons eerst weten hoeveel elektrone is daar. En dit kan ons dan maal met die massa van een elektron. So ons is terug bij ons graad 10 formule om uit te werken hoeveel elektrone is oorgedra. Die lading op P was 15 maal 10 ter mag 9 en die lading van een elektron kan je op je formuleblad krijgen. Dit sê vir jou, daar is 9,375 maal 10 ter mag 10 elektrone oorgedra. Waar kry ons die massa van een elektron? Ook op die formuleblad. So as ons hierdie twee met elkaar vermenigvuldig, kry ons toename in massa van 8,55 maal 10 ter mag min 20 kilogram. Dit was so 'n bietjie van 'n vreemde vraag. Gaan kyk gerus op jou tyd weer hierna. Baie dankie dat jy saam met my gewerk het deur elektrostatika.